Dames en heren, het zit erop. Het zit erop. Het is afgelopen. Ik zeg, het zit erop. Ik kan het al 1000 keer zeggen, maar jullie willen toch niet luisteren. En vandaar dat ik een wethouder Wout Wagenwals heb gevraagd om zo meteen het feestje uit te blazen. Maar ik geef graag eerst het woord aan onze scheidende voorzitter Frans van Rees. Dankjewel, André. Mensen, wat een feest, hoor. Ik heb nu 7 jaar de Pondagen georganiseerd. Met uiteraard met een hele groep, grote groep vrijwilligers. En ik kan niet anders zeggen dat dit de beste Pondagen is die ik tot dusver meegemaakt heb. Ik vind dat het een groot applaus waard. En kijk, er zijn er ook een aantal, ik heb het bij de opening al gememoreerd, er zijn een aantal nieuwe elementen ingebracht. En zo heb ik gezien dat de muziekvereniging Ons Genoegen, die heeft dus de koorrunde georganiseerd. Nou, ik denk dat dat een element is wat weer helemaal nieuw leven ingeblazen is. En dan uiteraard natuurlijk Evert Kruidbos, die ja, ook zo'n element, we hadden pompontbijt. Evert heeft op zijn heel eigen wijze heeft dat ontbijt opnieuw in weten te vullen. En ik denk dat dat, ja, dat zijn mensen die hebben we nodig in onze samenleving. Evenzo wil ik niet onvermeld laten de Burgkerkenraad, die dus ook nu dit jaar dan voor het 2e jaar dan de ecumenische dienst heeft georganiseerd. En die jongens, een hele nieuw team op de Kultoertocht, geen trend te memoreren. Als we kijken op de vrijdagmiddag, dan zien we hier het giet los. Het hele dorp staat op zijn kop, er wordt van alles overhoop gehaald en er wordt een spellencircuit neergezet waar andere buurdorpen echt jaloers op kunnen zijn. Ook dat mag genoemd worden, hè? En ik denk dat het een goed moment is, een gezond moment is om te stoppen met het voorzitterschap. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan. En ik ben er eigenlijk wel een beetje trots op dat ik het heb mogen doen voor de gemeenschap van Heino. Ik heb het met veel plezier gedaan. Wat dat betreft dank ik jullie voor het vertrouwen. U was een fantastisch publiek. Wij vonden het leuk om het voor u te organiseren. En graag gedaan zou ik zeggen. Kijk, 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 daar komt ze, daar komt ze. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan met het hele gezin. Oh, dit is natuurlijk grappig. Je krijgt inderdaad een dinerbon, maar die komt er nog aan. Oké, dan wil ik wethouder Wel Wagenmans graag het woord geven. Wou je nog wat zeggen, André? Oké. Ik weet dat ik straks vast nog wel de kans krijg, want ik heb een technicus uit Marinem meegebracht en die gaat echt die microfoon niet uitzetten. Maar iets te kort doet. Kom jij maar eens even hier. Dan kan Frans jou eens een dikke pakket geven voor al die uren dat hij weg is geweest. Ja. Je wel aandacht, je hebt aandacht. Ik hoef daar geen woorden aan vuil te maken verder. Ik geef het woord graag aan Wout. Ja, wat moet ik nu allemaal nog zeggen? Lovende woorden voor de organisatie. Lovende woorden voor de vrijwilligers. Iedereen die deelgenomen geweest is aan dit feest. En ik heb daar het verveelde genoegen. Een deel van mijn bloed stroomt ook in Heino. En er werd wel verweten, woensdagavond, dat ik een paar familieleden geen goede dag gezet heb. Nou, nu staan ze achterin en ik zal even vrienden zwaaien. Nou, daar is goede omstandigheden, geen gedonder geweest. Ik was ook nog lopend burgemeester en ik heb geen enkele wanklank gehoord. En chapeau voor jullie, chapeau voor de organisatie. En ik vind het een geweldig applaus voor jezelf waard. Nou, ik had gedacht, ik moet aan de touw trekken en dat valt dat tentdoek naar beneden, maar dat zullen we maar niet doen.
ik wil hier jullie allemaal hartelijk danken voor deze fantastische dagen. Voor de Heilige Wonddagen. Menig buurtdorp mag jaloers zijn op deze vorm van een Heilige feest. Iedereen heeft zijn specifieke feest, maar echt waar jongens, is top. En dat heeft een geweldige uitstraling, een positieve uitstraling voor de gemeente Raalte. Dankjewel, ik hoop dat jullie nog even de glazen leegmaken en dan moet het afgelopen zijn, Frans. Helaas, maar ik zou zeggen, bereid je voor volgend jaar en probeer het te evenaren. Sterker nog, probeer het nog beter te maken. En dat zit in de mens. Dankjewel André. Jij wou het laatste woord? Ja, zie je wel. Altijd hè. Hartelijk dank en tot volgend jaar. Dankjewel voor de foto, scheidend voorzitter, lokaal burgemeester. Dankjewel, tot ziens, wel thuis. Dit was Wonddagen 2013. Thank you.
en de jongen. Ja, aanbrengen.